Vandaag gaan we No Bake aardbei cheesecake maken, ook wel Monsieur taart. Deze taart bevat geen gelatine en kan dus ook door vegetariërs gegeten worden. Om te beginnen maken we de bodem. Hiervoor heb je digestive biscuitjes nodig. Verkruimel de koekjes tot helemaal fijn en meng het vervolgens met wat gesmolten ongezouten boter. Als dit goed gemengd is, doe je het in een ronde bakvorm en druk het dan stevig aan in de bodem. Vervolgens doe je de bakpan in de koelkast zodat de bodem hard kan worden en begin je aan de cheesecake. Begin eerst door de slagroom tot stijf te kloppen met wat poedersuiker. Door poedersuiker te gebruiken in plaats van kristalsuiker wordt de slagroom goed stevig. Wil je hier meer over weten? Lees dan het artikel over slagroomkloppen op mijn blog. Als de slagroom stijf is, zet je hem even aan de kant. Neem dan een andere beslagkom en doe daar de roomkaas in. Klop de roomkaas eerst even los met een mixer. Voeg vervolgens suiker aan toe en klop tot dit helemaal opgenomen is. Doe er ook nog wat vanillepasta bij voor de smaak en klop dan tot het helemaal goed gemengd is. Neem vervolgens de slagroom erbij en spatel dit in delen door het roomkaasmengsel. Als dit allemaal goed gemengd is, doe je dit in de bakpan waar je de bodem in had gemaakt en maak de bovenkant zo glad mogelijk. Dan verdeel je wat plakjes aardbeien over de bovenkant. Ik heb het hier mooi in een cirkeltje gelegd, maar dat kan natuurlijk zoals je zelf wil. Om de taart helemaal af te maken neem ik wat aardbeienjam en die verwarm ik in de magnetron totdat het vloeibaar is. Zorg ervoor dat het niet heet is, maar wel vloeibaar. Heb je het te lang opgewarmd, roer het dan nog even door om het af te laten koelen. Giet de vloeibare jam over de taart heen en verdeel het gelijkmatig over de bovenkant. Laat de cheesecake vervolgens in de koelkast nog goed opstijven voordat je hem aansnijdt en serveert. Serveer de cheesecake met nog wat aardbeien om hem extra mooi uit te laten zien. En zo kun jij super makkelijk genieten van deze mooie, maar ook heerlijke aardbeien cheesecake zonder een oven te gebruiken. Wil je deze cheesecake ook maken, geef dit filmpje dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!